Hey, ik ben Grace van Go Crazy en vandaag ga ik dit leuke vintage kastje opknappen. We hebben dus bij de kringloop een kastje gescoord en hij was super goedkoop, maar hij heeft dus ook een paar beschadigingen. Waaronder hier dus een gat. Nou, we gaan dus eventjes het gat fixen en verder gaan we het ook lekker opschuren en eventjes opcyclen. Ga ik het ook een heel mooi klusje geven. We hebben nu dus een plaatje aan de onderkant gedaan, omdat hij er helemaal doorheen was. En dan ga ik het nou opvullen met deze allesvuller. En even kijken, de ondergrond moet dus schoon, droog, vet en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen, nou, net gedaan. Voor gebruik goed doorroeren. En dan in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Nou, dat gaan we doen. Is het nou helemaal hard? Ik ga even met een schuimmachientje eroverheen en dan kijken hoe het toch wordt. Nou, ik ging het dus schuren en er zit weer een gat. Oepsie! Verder ga ik het kastje pimpen door het een leuk kleurtje te geven. En daarvoor heb ik natuurlijk gekozen voor de kleur van het jaar van 2019 van Flexa, oftewel Spiced Honey. Ondertussen heb ik het kastje verplaatst van buiten naar binnen, want het begon te regenen. Dat gat wat ik geprobeerd heb te dichten, dat is niet heel erg mooi gelukt. Dus ik heb een plaatje gehaald bij de bouwmarkt en om aan laten zagen. En die ga ik er nou op lijmen. En dan is die gewoon weer zo goed als nieuw. En dan kunnen we die gewoon weer verven. Dan is het gewoon af en mooi. Dus dat ga ik nou doen. Dus daarvoor heb je wat houtlijm nodig. En wat lijmklemmen. Zo. Om te zorgen dat het helemaal goed blijft, doe ik een lijmklem op. Zolang de lijm aan het drogen is aan het bovenblad, ga ik de deurtjes losmaken. En dan kunnen we die fatsoenlijk verven en ook de binnenkant van de kast. Nou, mogen de schroefjes niet zo makkelijk gaan, dan is dit echt ideaal. Met behang en daarvoor heb ik dit leuke behangetje gekozen en mijn moeder helpt mij verder om de achterkant en de zijkantjes te behangen op het kastje. Slotje op en nu is hij echt helemaal klaar. En we gebruiken hem ook al. Nou was een spelletjeskast en mijn hobbyspulletjes zitten er ook in. Maar later gaat hij misschien wel naar de babykamer. We moeten nog eventjes kijken of hij naar boven kan. Ik ben benieuwd. Maar voor nu staat hij hier. En het leukste vind ik nog het behang aan de binnenkant. Dat vind ik echt zo gaaf. Hier, kijk.
Dit is zo mooi geworden. Dus dankjewel mama voor het behangen van ons kastje. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij samen een vintage kastje te pimpen. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En check ook de andere buurtjes zelfs en meer woninspiratie op gocrazy.com.